Hey iedereen, dit is Frans 813, ook wel af en toe genoemd Frans Koremans. Ik ga vandaag mijn haar laten knippen. Mijn haar is op dit moment een goede 26 centimeter. En ik ben van plan er ongeveer een goede 15 centimeter vanaf te laten halen. Ja, en maar mensen hebben al gezegd van Frans op bezieltje, hè? Weet je wel. Dus ik word de hele tijd lastig gevallen. Net werd ik alweer lastig gevallen op mijn telefoon. Op het moment dat ik de aftelling begon van ik ga over zoveel seconden beginnen. Maar ja, dus hier reageer ik zo meteen wel op. Het ja, is best wel enigszins best wel grappig hoe dat is tot stand gekomen. En heel veel mensen hebben zoiets van waarom laat je je haar knippen, weet je wel. Nou, ik voorlopig hou ik mezelf bij het antwoord, ik heb mijn redenen. Ik weet op een gegeven moment niet of het waard is voor die redenen, of het iets goeds uit gaat halen. Zo ja, dan blijft mijn haar ongeveer op dezelfde lengte, of ga ik andere dingen proberen met mijn haar, zodat het... wat... positiever naar Frans, positiever naar buiten komen, laat ik het zo zeggen, weet je wel. Ja, maar voorlopig heb ik ook mijn wijd antwoord, ik heb mijn redenen. Mocht het goed uitpakken, dan ga ik wat meer met mijn haar doen. Zo niet, dan kan je over een jaartje of een halfjaartje Frans weer op deze lengte terug verwachten, denk ik. Ik deed ongeveer een jaar over. Ik ga nu weer terug naar ongeveer een jaar terug, dus als ik nou mazzel heb, dan duurt het weer een jaartje voordat het terug is. Nog niet eens een jaartje zelfs. Damn, het jaar gaat snel voorbij. Heel snel. Maar ja. Ga nou eigenlijk een voor- en na-video maken. En dit is deel 1. Van die video's. Ik heb nu deel 1. En dan ga ik mijn haar laten knippen. Ik ga kijken of ik ergens een standaardje of zo. Weet je wel. Ergens kan vinden. Zodat ik mijn telefoon kan gebruiken. Voor het knippen van mijn haar. En dan post ik dat als deel 2. En dan knip ik dat op zo'n heel dramatisch stuk. Weet je wel. Net dat je net niet helemaal ziet van wat de fuck het gaat worden. En daarna komt deel 3, denk ik, neem ik aan. Dus tenminste wat ik tot nu toe in mijn hoofd heb, kan makkelijk dat ik die hele raw footage er één keer op flikker op YouTube. Dat is altijd wel leuk. Leuk voor YouTube. Of misschien doe ik wel eerst eventjes die dramatische shit en dan gewoon die hele kapperscène, zodat mensen zich verrot kunnen lachen. Dat lijkt me ook wel grappig. Maar anyways, ik ga nou deze video eindigen, want het is nu alweer 3 minuten geweest. En ik hoop dat mijn haar er deels goed uitkomt. Ik zie jullie vanavond over ongeveer 5 uur. Want de kapster komt om 3, om 9 uur, 8 uur. Frans, leer praten. 8 uur. Het is nu 7 voor 3. Dus ik hoop dat, dat jullie de video leuk zullen vinden. Later.